Yo mensen, welkom bij weer een dagelijkse vlog op Jeroen Baroe. Vandaag de dag na het feest van mijn verjaardag. Vandaag was eigenlijk best een rustige dag. Ik heb alleen een beetje verslapen. Ik ben best moe, want ik heb net... Kijk, als ik die stoel getild en ik heb al last van mijn rug, dus ik ben moe, of ja, last van mijn rug. Maar goed, de camera weer neerzetten, zoals die stom kudding. Ja, stond niet precies zo, maar schijt. Ja, nou, gewoon gewerkt. Ik heb trouwens wat gemaakt, maar ik kan je wel even zien. Snel. Hier heb ik hem. Dit gemaakt. Zie je het een beetje? Een beetje slecht belicht, maar daar kunnen we op het moment even niet veel aan doen. Dus de voorkant en dit is de achterkant zelf. Ja, je ziet niet welke tracks erop staan of wat er allemaal op staat. Hey, je ziet mezelf, je ziet daar het filmpje. Maar ja, dat maakt niet uit. Nou, binnenkant, ja, gewoon. Moet ik nog erop schrijven wat het is, maar ik ben lui. Maar voor duidelijkheid, er staat op Jeroen M-Flow TV aflevering 1, ANP TV aflevering 1, de Boys van de Toekomst voorproefje. De 3G's voorproefje, Jeroen Boy 078 was in een mannen videoclip, Jeroen Boy 078 mama sorry videoclip, LHB sorry ma videoclip, Jeroen Boy 078 klap je die beetje videoclip. Maar ja, dat heb ik dus gemaakt. Ik wou nog het visitekaartje van LHB opnieuw maken, omdat, oh, wat fuck deed ik? Boeien. Boeien. Yeah. Dat was echt gay. Te gay. Vergeet dat, ik heb dat nooit gedaan. Oké, door. Ik kan het visitekaartje van ARB maken. Ik kan het nu wel laten zien, maar dan moet ik weer die kant op lopen of rollen. En daar heb ik wel zin in. Of ja, ik vind het niet erg, maar het gaat allemaal van vlog tijd af. Dus doe het niet. Want daar zijn Michael, zit niet meer in ARB. J-Boy zit niet meer in ARB. En vergeet ik iemand. Oh ja, en DJ Massie zit er nu wel bij. Dus niet opnieuw, maar hij zit er nu dus officieel bij. Hij is getekend. Dus dat moet allemaal aangepast worden. En dan kunnen we gewoon een nieuwe draai gaan aangeven. Dus ja, dat heb ik wou ik doen. Voor de rest, ik ben aan de opdracht van onze vaste klant begonnen. Goh. Dan moet ik dus monteren, videobewerking, dus mini tv moet ik heb overigens al moeten monteren. Ik ben goed in monteren. Maar dit is toch zo saai. Wat filmt diegene? Cavia's die stilstaan. Honden die stil liggen. Wauw. Interessant. Geweldig. Leuk. Niet dus. Maar ja, we krijgen ervoor betaald. Dus het is goed. Ja. Ja, voor de rest niet zoveel gedaan eigenlijk. Ik kwam terug van het werk. Ik was teruggekomen, sigaretje geroken, koffie gedronken. Toen even gegeten. Wat ik gegeten boeit niet. Want het was lekker. Meer boeit dan niet, ook niet. Toen ben ik even naar de Jumbo gegaan. Heb ik dus even drinken gehaald en ja, wat vergeten. Dat ga ik er niet bij pakken, anders ik het met mijn bek voor te praten. Dat is niet echt, netjes. Dus dat doe ik niet. Ja, nu heb ik dus net de stoel gesleept. En dat was het eigenlijk. Net als je net voor de stoel sigaret gerookt, moet ik die stoel slepen. Dus nagaan wat dat met me doet. Nou. Morgen komt dus eindelijk mijn vriendin hier naartoe. Super blij mee. Toosjes in huis gehaald. Shit voor erop. Nee, niet shit voor erop, maar ik snap wat ik bedoel. Dus, wordt een leuke dag.
1 uur zo 20 over 1 zoiets als hier zijn, net na de lunch. En dan rond 5, 6 gaat het weer als wij dus gaan eten. Dus mag niet mee eten, want ik ken ze niet goed genoeg voor. Nick, zeker niet man. Er zijn mensen die hebben 1 dag een vriendin en mogen gelijk mee vreten alles. Ik doe niet moeilijk, maar willen ze het dus wel doen. Maar ja, boeien, het is maar even zo. Zo vaak gekomen als je waarschijnlijk toch een keer mee eten of zo, of weet ik veel. Dat is geen probleem. Dus, morgen een leuke dag. Verder carnaval, ja, ik heb er niet veel aan doen. Ik sla dit jaar gewoon even over. Of wegens privéomstandigheden die ik jullie dus niet ga vertellen. Ik vertel jullie bijna alles. Maar dit houd je echt liever voor me. Het is gewoon echt privé. Dus dat vertel ik jullie niet. Voor de rest, vandaag, wat ga ik nog doen? Ik denk dat ik een nieuwe Minerjaren video ga schrijven. En ja, misschien wel meteen ga opnemen. Als ik dat nog haal. Gaan we het zien. Ja, en voor de rest heb ik niet veel. Voor de rest, al mijn monteerwerk is af, behalve voor die vaste klant dan. Kijk, dan zeggen mensen wel, je moet je werk niet mee naar huis nemen, maar... We hebben die opdracht eigenlijk binnengekregen op, wat was het, 5 november 2014. Alleen het is een tijdje blijven liggen omdat mensen het druk hadden. Of ja, degene die het normaal doet, had het de druk. En toen schoot de baas er binnen van, hey Jorin kan dat eigenlijk ook doen, want hij maakt video's voor YouTube en dan doet hij best goed. Een videoclip monteert hij ook goed. Zou kon hij het niet doen, dus die opdracht kreeg ik eigenlijk in januari. Echt begin januari, ergens rond 6 januari of zo. Alleen ik had het druk. Druk. Dus dat is de. Dus ben ik nu heb ik Hans toen ingelezen. En toen moest ik monteren. En dan had ik telkens of geen zin in of geen tijd voor of weet ik veel. Dus daar ga ik nu binnenkort eindelijk aan toekomen. Of daar ben ik eindelijk aan toegekomen om mijn begin te maken vandaag. Maar het was saai. Telkens die kutkavers die stilstaan en diegene die. Dat heeft aangeleverd een hartstikke dierenfan. Die heeft 7 cavia's, 2 honden, 3 katten. Weet ik veel wat die allemaal heeft. Dus die is fan, dus die vindt het geweldig als een dier stilstaat. Dus dan is het maar afvragen hoe lang moet ik dat in beeld houden tot die beesten stilstaan. En dan die en hoe lang die hond dan weer stil ligt. Dat moeten we inschatten en dan ook wel kijken of het met de muziek allemaal uitkomt. En de overgang wel goed genoeg is, dat het volgende beeld goed genoeg te zien is. En lang genoeg, dus dat is echt... Maar als het makkelijker in te schatten, omdat het ook interessant is. Dus dan kan ik nog een beetje makkelijker inschatten. Diegene zou dat ook interessant vinden. Maar als ik daar al 2 seconden naar kijk, denk ik, gebeurt er nog iets? Gebeurt er nog iets? En dan gebeurt er gewoon niks. Staan die kavers nog gewoon zo. Interessant hè? Ja, ik weet zeker dat je ook al hebt weggedrukt. Nee, als je hebt weggedrukt, dan hoor je dit ook niet. Maar in ieder geval, dat is doodzaai om te monteren. Dan monteer ik toch liever in mijn eigen video. Ja, en wat wil ik zeggen, Ja, er komt dus ook binnenkort een nieuwe Jurgen Pardoel, oftewel de Daagse Vlog intro. Want zoals je hebt gezien, sinds ik de Daagse Vlog heb, is de intro helemaal weg van de wereld. Het is gewoon opgehoord, op, die is daar ergens naartoe gevlogen. Nee, die is gewoon weg. Die heb ik gewoon niet meer gebruikt, omdat ik dus ook van mezelf zei bij mijn Jurgen video's, nieuw intro. Dus waarom zou ik voor Jurgen Pardoel geen nieuw intro maken? Dus dat wou ik wel doen. En met meneer Jurgen heb ik dezelfde audio met een nieuwe video. Maar met Jurgen Pardoel, of met Jurgen Pardoel wou ik dus allebei een nieuwe doen. Dat zo is het intro. De muziek was best makkelijk. En wat was het intro? Jurgen Pardoel, abonneren en volg mijn dagelijkse leven, Jurgen Pardoel. Ja. Dat vond ik ook veel leuker. Kan interessanter. Dus ik vind dat veel interessanter kan. Dus ik ga het weekend weer een programma downloaden om muziek mee te maken. Ik had eerst aan een vriend van mij gevraagd, want die is er heel handig in met Fruit Loops. Maar die had hij dus niet meer. Die verwijderd of zo. Dus ja, dat was al opgehouden. Dan heb ik het nog met op iMac met GarageBand in en ander geprobeerd. Maar er was allemaal, stond weinig van rock tussen en ik wil het toch liefst een beetje rock houden, omdat het gewoon, want ja, leuk is. Ik kan wel iets met rap doen, maar daar doe ik al te veel mee. En ik wil dat ook een beetje rap en mijn hier ook gescheiden houden. Ik weet in mijn video van Afjebaar Special heb ik ook heel veel van rap in zitten. Maar dat
Dat leg ik allemaal nog wel lekker uit waarom ik dat dus doe. ja. En meneer Jurgen Media, daar moest ik het met jullie over hebben. Ik weet trouwens niet of ik dit jullie al verteld heb of niet. Maar meneer Jurgen Media, wacht je op een nieuwe video? Kan je heel lang wachten. Dat gaat er dus niet komen. Niet meer. Nooit meer. Nou, nooit meer is een groot woordje, maar nooit of ooit nog komt. Maar ik vind het gewoon saai om te doen. Ik vind er niks aan. Sorry. Sorry voor de mensen die het leuk vonden, maar ik vond het gewoon niet leuk om te doen. Dus ik heb nog andere mensen gevraagd van, zou je het leuk vinden om meneer Jurgen Media over te nemen? Ik zei ja, ja, geen tijd, geen zin, geen camera. Ja, dan zeg ik, die camera kan je van mij wel lenen. Of film met je mobiel, doe ik nu ook tijdelijk. Ja, ja, bla 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 bla. Ja, ik kan dat niet monteren. Ja, dat doe ik dan wel voor je, dat wou ik sowieso wel voor jullie gaan doen. Dan zou je het graag zelf wel doen. Ja, maar ik heb er geen zin in en geen tijd. Maar sommige mensen begrijp ik dat je geen tijd hebt. Er zijn mensen die hebben ook een kleine. Een kindje van weet ik hoeveel maanden, die moet ook allemaal aandacht en wil ik het allemaal hebben. Dus dat begrijp ik niet gewoon. Maar er zijn mensen die zeuren de hele dag, ik heb niks te doen. Ja, meneer Jurgen Media, hè, is leuk. Of, ik vond het niet leuk, maar misschien vond jij het leuk. Misschien vind jij het leuk om te doen. Ja. En dan zeg je, geen tijd. Nou, wat als je je verveelt, heb je tijd. Want als je verveelt, heb je niks te doen. Dus heb je tijd. Maar ja, boeien, moet je zelf weten als je niet wil doen. Dus ik hou het nog wel even online. Mocht ik ooit een keer denken van misschien kan ik er wel in opnemen of dit is misschien interessant om te spreken erin. Maar voor de rest, ik zit heel lang te denken om misschien dat ik Star Wars, zoals je heel leuk vind, om 6 reviews van de Star Wars films te maken, 1 tot met 6. En dan misschien deel 7 of 10 in de bioscoop is, maar dan komt die eigenlijk, weet ik veel. Maar dat is allemaal nog voor de toekomst. Want dan ben ik lang niet dood. Wat? Ik ben al 12 minuten aan het vloggen, deze is lang. Lange vlog. Maar ik heb ook veel te vertellen. Wat ik in het begin eigenlijk niet dacht, want ik met deze vlog begon, ik dacht, die was een kort vlogje, 3-4 minuten, maar ik doe nu al 12 minuten. Dus ik denk dat ik hem maar eens moet gaan afronden en gaan schrijven voor meneer Jorm. Ja. Want ik heb eigenlijk alles al verteld, meneer Jorm Media, Jorm Doel, nieuw intro, al die shit. Mijn dag, ja. Was het wel. En of Anja natuurlijk. Anja, als je dit ziet, I love you. Van de grond van mijn hart. Ik ben nummer 1 meid. Niemand kan boven jou. Niemand alles voor mij. Dat is de boodschap die ik al aan Anja doorgeven. En een boodschap die ik naar mijn kijkers wil doorgeven. Meneer Jurgen is hartstikke terug. Dus blijf geabonneerd. Dat kan je tegenwoordig gewoon doen. Daaronder. Daar ergens volgens mij. Dus ik ga deze vlog hier beëindigen. Want het duurt nu al bijna zoals 13 minuten. Ik heb weer een minuut volgeluld. Nee, niet 13. Dus de vlog van vrijdag de 13, dat is ook niet 13 minuten duur. Dat kan ook wel mijn leven, maar het is gewoon leuk om niet te doen. Het is gewoon leuk om niet te doen, want anders is het te veel 13. En dan zijn het mensen die kunnen niet tegen 13. Zoals bijvoorbeeld iemand op mijn werk, die zegt dan ook, ja ik geloof niet zozeer in vrijdag de 13e, maar 13 vind ik toch wel echt een raar getal. Ja, zo kan ik je me niet voorvullen, dat ga ik vertellen. Omdat bijvoorbeeld dan zei hij van, ik ben wel een beetje, ja hoe zeg je, ik weet niet hoe je dit zei wat hij was, maar... Bijvoorbeeld een auto, mijn radio op 13 zet, moet die op 14. En ook 2013 vond ik gewoon een kutjaar. En bijvoorbeeld, ja, ik weet niet meer wat die allemaal benoemen, maar allemaal van die dingen van 13, van die gewoon fucking kut. En dan zei ik dan, nou, dan ben je toch blij dat je de 13 bent gepasseerd, want die is nu 30 of 40. Nee, 40, niet 30, 31 of zo. Dus, hey, 31, als je het omdraait, is 13. Daar ga ik hem maandag mee kutten. Ja, maandag ga ik hem aan mee kutten. Als die echt 31 is, zou wel vet zijn. Kan ik hem daar richtig mee kutten. Maar ja, een minuut is volgeluld, nu is het 14. Dus voor de mensen die hartstikke niet 13 zijn, of dus vrijdag de 13e, bijgelovige shit, dan ben je niet blij met mij, anders de vlog duurt geen 13 minuten. En ik denk dat ik die nu echt ga beëindigen, anders gebeurt er iets. Weet niet wat. Maar goed. Ik zie jullie morgen weer. Deze vlog staat dus de 14e online op Valentijnsdag. Valentijnsdag. Iedereen een hele fijne Valentijnsdag. Ik wens jullie zoveel liefde toe. Allemaal. En heb een fijne Valentijnsdag. Wees goed voor je geliefde. Maak geen ruzie. Het is de dag van de liefde. Dus doe het leukst. Doe het leukst. Het is maar één keer per jaar Valentijnsdag. Ben je single? Het spijt me. Misschien een reden om op jacht te gaan, toch? Mannen zijn jagers. Kom op. Alleen zijn.